Wauw jongens, wat gisteren is gebeurd slaat daadwerkelijk alles. Je weet natuurlijk waar we het in de video van vandaag over gaan hebben. Hij staat in het thumbnail, in de titel. En ja, het is een dramatische dag in voetbal geweest, gisteren 5 augustus. Maar goed, daar gaan we het over hebben en nog over veel meer dingen. Hopelijk heb jij er zin in. Duf een blauwpje omhoog, abonneer op Twinity, zou je me enorm mee helpen. Dit is gratis en bijna de helft van de mensen die kijken is nog niet geabonneerd. Dus draai je scherm om en doe dat even. En dan kunnen we nu snel beginnen. Oh ja, niet te vergeten. Ik heb nog een aantal mooie voetbalshirtjes hier liggen. Hier eentje van Denzel Dumfries, Nederlands elftal. Ja, weet je, ik hoopte dat ze verder zouden komen. En dan had ik deze hele EK nog kunnen dragen. Maar nu ligt hij hier al een paar weken en heb ik hem nog niet gedragen omdat we lang eruit liggen. Punt dat ik wil maken, je kan dit soort shirts en ook van het nieuwe seizoen al. Misschien ook wel het nieuwe shirt van Messi bij zijn nieuwe club kopen op voetbal-nl.com. Haal hij shirts van het nieuwe seizoen met de kortingscode Twinity. Of nee, Timo is het trouwens, met een H. Krijg je 15% korting bovenop jouw aankopen. Link is daarboven in de beschrijving. En nog altijd, de verzending kan iets langer duren. En nog altijd komt dat, nog altijd, door corona. Maar, ze komen aan. En ja, je moet er gewoon vanuit gaan dat de bestelling een week of zo langer duurt. En de shirts zijn nog altijd van goede kwaliteit en enorm goedkoop. Dus check het. Goed, snel transfers. We gaan meteen beginnen met de transfer waar het over moet gaan. Met alle details. We beginnen met Messi. Ja, gisteren kwam het nieuws eigenlijk een beetje als een bom ingeslagen dat het niet doorging. En ja, Messi gaat gewoon niet meer uitkomen voor Barcelona. Voordat we beginnen met het speculeren over nieuwe clubs, is het wel interessant om te weten wat is er nou gebeurd. En hoe kan het dat hij niet meer voor Barcelona mag spelen? Want dat is echt het ding. Hij mag niet meer voor Barcelona spelen. Ten eerste zou gisteren een nieuwe contract van Messi getekend worden. Messi wilde dit zelf ook en Messi had een akkoord met Barcelona. Dit akkoord was dat Messi 5 jaar een nieuw contract zou tekenen. 5 jaar, dat is heel lang voor een speler die al ja, op leeftijd een beetje is aan het komen natuurlijk. En Messi zou van die 5 jaar maar 2 jaar betaald krijgen. Dus voor de mensen die zeggen van ja, Messi had gewoon een deel van zijn salaris moeten inleveren. Messi heeft 60% van zijn salaris over 5 jaar verdeeld ingeleverd. Dat is belachelijk veel geld. Nog altijd zou hij dan heel veel geld verdienen. Maar dat is dus niet de reden dat Messi weg is bij Barcelona. De reden dat hij wel weg is bij Barcelona is dat de La Liga niet akkoord ging met het voorstel vanwege de financial fair play regels. Barcelona was hier niet helemaal goed van op de hoogte, zei Laporte. Ze dachten dat alles mocht hoe ze het hebben gedaan. En dus ging het contract niet door. Dit kwam naar buiten. Barcelona kondigde het zelf ook meteen aan dat de wegen van hun en Messi uit elkaar gingen. Maar nu komt dus het volgende probleem. Daar werd ook aan Laporte gevraagd van ja, kan er niet nog iets anders onderhandeld worden met Messi? Of kunnen jullie nog niet iets doen waardoor jullie financieel in een betere positie staan? Maar ja, weet je, de deadlines komen er ook al allemaal aan. De transfer deadline day is pas over een maand. Maar ja, de competitie begint bijna. En dus heeft Barcelona besloten definitief afstand te nemen van Messi. Ik hoorde gisteren ook weer dat dit geval ook nog kan gebeuren bij Depay. Maar ik geloof dat hij al ingeschreven staat. En dat ik denk dat daar niet echt mijn probleem bij kan komen. Maar ook dat weet ik niet zeker. Ja, en dan natuurlijk, waar kan Messi naartoe gaan? Gisteravond werd ook meteen bekendgemaakt dat de bestuur van Paris Saint-Germain contact opgenomen heeft met de vader van Messi. Dit blijkt correct te zijn en vandaag of morgen gaat er dus ook een aanbieding op tafel komen bij Messi. Dit zal waarschijnlijk heel snel gaan. Paris wil niet en absoluut niet de kans missen om Messi te contracteren. Het zou voor Paris een geweldige mega aankoop zijn die dan relatief goedkoop is. En dan heb je een aanval met Neymar, Mbappé en Messi. Ik denk dat Paris de winnende club gaat zijn om deze transfersoap heen. Meerdere ploegen die nog mee kunnen gaan doen. Ja, ik denk eigenlijk alleen Manchester City. We hebben natuurlijk Messi in het verleden vaker horen zeggen dat hij wilde eindigen in Amerika. Misschien zou hij naar Amerika kunnen gaan. En mensen zeggen wel van ja, weet je, het gaat allemaal om het geld. En Paris en City zijn de enige ploegen die het geld ervoor hebben. Messi was ook bereid om bij Barcelona 60% van zijn salaris in te leveren. Zou dit dan bij andere ploegen ook zijn? Dat weet ik niet. Indien hij daarvoor toe bereid is, zou hij naar heel veel ploegen toe kunnen. Maar laten we er maar van uitgaan. De kans is eigenlijk heel groot dat hij dan naar Paris zal gaan. Wat aan de ene kant heel jammer is. Ja, dat is gewoon zo. Het is een geweldige voetballer met ja, een enorme achtergrond. En die kan dan weer samen gaan voetballen met Neymar en zijn andere maatjes in Parijs. Wat dat betreft leuk voor hem. Ja, en dan Abraham. Daar hadden we het in de vorige video ook al over. Toen hadden we het vooral over Lukaku. Dat komt nog later in de video. Zapata en Correa. Toen was het eigenlijk ook al bekend, maar ik besprak het toen niet. En ik wil dat toch graag nog even bespreken, want ik zag er ook een paar comments over. Kijk, als Lukaku dus van Inter naar Chelsea gaat en Abraham gaat van Atalanta naar Inter, dan zal
of nee, en Zapata gaat van Atalanta naar Inter, dan zal Abraham weer van Chelsea naar Atalanta gaan. En dan is de driehoek helemaal rond. Lukaku gaat tussen de 120 en 130 miljoen kosten. Daar hebben we het dadelijk over, want er zijn meer kleine details bekendgemaakt. Zapata zal ongeveer 40 miljoen euro moeten kosten. En Abraham heeft ook een prijskaartje van 40 miljoen gekregen. Dat betekent dat Atalanta Abraham voor Zapata zal ruilen. Wat, ja, ik weet niet of het echt dezelfde type spitsen zijn. Abraham heeft een prima seizoen gedraaid, maar kreeg de kansen niet echt bij Chelsea meer. Daarom wil hij graag weg. En Zapata, ja, hij heeft zich echt wel bewezen. Een hele goede spits. Dus voor Inter is het denk ik de beste oplossing als Lukaku weggaat. Chelsea heeft een enorm goede spits. En Abraham, die moet zichzelf gaan bewijzen bij Atalanta. En dan Danilo. Bayer zou geïnteresseerd zijn in de rechtsback van Juventus. Opvallend vind ik dit weer. Kijk, ik vraag me gewoon heel erg af hoe het kan dat een speler als Danilo, wat ik eigenlijk een beetje een, ja, matige rechtsback vind. Nou, hij is een goede rechtsback, maar hij vindt nooit echt overal op de wereldtop geweest. Maar hij speelt bij Real Madrid, bij City en nu bij Juventus. En hij springt er nooit echt uit, om het zo maar te zeggen. En nu zou Bayern willen. Dan speel je dus bij de, ja, bij in ieder land, bij zowat de top 3 teams heb je dan gezeten. Real Madrid, City, Juventus en dan Bayern. Ja, ik zie zo'n transfer als deze nog echt gebeuren ook. En ik snap daar niet zo goed waarom. 30 miljoen is belachelijk veel geld. Moeten we zeggen, ik geloof dat Danilo best wel een redelijk seizoen had afgelopen jaar. Speelde ook in de Copa met Brazilië mee. Dus het is zeker weten een goede speler. Maar toch, hij springt er nooit uit. En als je dan nu een overstap maakt naar Bayern voor 30 miljoen. Ja, voor hem is het ziek. Maar voor Juventus is het allemaal minder. Die moeten dan weer op zoek naar een nieuwe rechtsback. Ik denk dat deze gaat gebeuren. Ik weet niet waarom, maar ik heb hier gewoon zo'n gevoel bij. Dat zo'n Danilo, die vindt het leuk om in ieder land de beste club te hebben, ja, bij te hebben gezeten. En die gaat die transfer gaan maken. Nou, niet om die reden specifiek, maar het zou kunnen. Danny Ings gaat naar Aston Villa. En daarmee, ja, dit is heel opvallend, is het geld van Aston Villa al wel op. Welk geld vraag je dan zeker? Nou, dat van Jack Grealish. 120 miljoen euro was het uiteindelijk, geloof ik toch? Nou, tel maar. Ik geloof dat Buendia 40 miljoen was. Die Bailey was 35 miljoen. En Inks is dus ook 35 miljoen euro. Dan zit je al op 110 miljoen. Dan komen misschien nog add-ons bij, noem maar op. Dan is dat geld van Grealish dus al op. Op de dag dat Grealish pas aangekondigd is bij Manchester City. Dan komen dus 3 spelers terug voor eentje die weggaat. Danny Ings heeft bewezen de afgelopen jaren dat hij echt wel een prima niveau heeft. Ja, tenminste in zijn periode bij Southampton dan. En hopelijk kan hij dat doorzetten bij Aston Villa. Dan hebben ze echt een hele leuke spits binnen. Voor Buendia en Bailey hebben ze ook veel betaald. Maar ja, dat zijn ook 2 prima spelers. Ik denk dat Aston Villa blij mag zijn met de aankoop van Ings. En dat het gewoon een leuke spits is die we de komende jaren nog kunnen gaan zien bij Aston Villa. Dan even kort nieuws over Bas Dost. Want hij is natuurlijk deze winter naar Club Brugge toegehaald om daar die missie te voltooien. Ze zijn kampioen geworden. En nu heeft hij interesse van Trabzonspor uit Turkije. Ik ben heel benieuwd of hij deze transfer zou gaan maken. Ja, waarom zou hij eigenlijk? Hij zit prima op zijn plek in België. Zijn daar echt tevreden met hem. En als hij nou die overstap zou maken naar Trabzonspor. Ja, ik zou het niet doen als ik hem was. Maar ja, als er veel geld komt kijken, ben ik benieuwd of Bas Dost hieronder zal gaan bezwijken. Onder de druk zal bezwijken van het geld. En als hij dan toch die transfer zou maken. Brugge fans, als jullie kijken, ik hoop voor jullie enorm dat Bas Dost bij de club blijft. Ja, en anders even Romelu Lukaku. Kleine details over zijn transfer van Inter naar Chelsea. Ik denk dat de kans steeds groter wordt dat het gebeurt. Fabrizio Romano heeft hier al heel veel over gezegd de afgelopen dagen. Vandaag, misschien op het moment dat de video online is, is er al een meeting geweest tussen de board van Chelsea en het bestuur van Inter. Dus niet rondom Lukaku, maar puur de besturen samen. Lukaku is er al uit met Chelsea. Ik geloof een contract van 12 miljoen per jaar of zo, als het goed is. Durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar dat staat al vast. Het persoonlijke akkoord is al bijna afgerond. Als Inter en Chelsea vandaag samen over een transfersom eens kunnen komen, dan zal Lukaku Inter vertrekken. Wil Lukaku het zelf? Blijkbaar wel. Inter moet het deels ook doen omdat ze weinig geld hebben. En ja, deze transfer zou in principe volgende week al aangekondigd kunnen worden. Echt heel raar dat dit zo snel in één keer is gegaan. En Lukaku terugkeert bij Chelsea, waar hij dus al een keer eerder heeft gespeeld. Inter is hopelijk na deze verkoop meteen uit de financiële problemen. Ik dacht dat ze maar iets van 80 tot 90 miljoen nodig hadden. En ze hebben Hakimi natuurlijk ook al verkocht. Dus ik hoop dat dit het einde is van die problemen. Maar ja, misschien zit dat ook dieper dan we denken.
En Chelsea heeft daarmee de gewenste aanvaller binnen. Ze wilden eigenlijk Haaland halen natuurlijk, maar die bleek 175 miljoen te zijn. En zelfs dan leek hij niet losgewekt te kunnen worden bij Dortmund. En Lukaku, ja, Grealish heeft maar 1 dag of 2 dagen het transferrecord op zijn naam staan. En Lukaku gaat hem dan alweer overtreffen. En dan nog eventjes Rafael Varane. Die zit nu in quarantaine. Ja, dat is echt waar. Hij is nu in Engeland en hij zit in quarantaine. Hij gaat zijn medical doen en daarna wordt hij ook aangekondigd bij Manchester United. Ook deze mogen nog niet 100% zeggen, want stel zijn medical gaat mis, je weet het maar nooit. Weet ik veel wat er allemaal nog kan gebeuren, dan zou het natuurlijk niet gebeuren. Maar voor de rest, Varane bijna 100% zeker dat hij dus een overstap maakt naar Manchester United. Bedrag rond de 50 miljoen euro, goede aankoop van United. En weer een hele grote transfer naar de Premier League deze week. Heel veel dus. Ja, en dan, we sluiten af met FC Twente. Twee spelers die daar naartoe gaan zijn Vlap en Sadilek. Ja, interessant. Twente heeft geloof ik nu al 11 spelers aangetrokken in deze zomer. Ik geloof dat Sadilek gehuurd wordt en Vlap gewoon definitief aangetrokken. Dat is niet waar. Sorry, ik heb het even opgezocht. Vlap wordt gehuurd, Sadilek wordt inderdaad ook gehuurd en Sadilek wordt gehuurd met een optie tot koop. Ja, weet je, voor Twente is het gewoon lekker, zoveel nieuwe aankopen en eigenlijk ook best wel grote namen die naar Enschede toe komen. Ik denk dat ze volgend jaar wel lekker in de middenmoot kunnen meespelen en dat, zijn gewoon leuke aankopen. Prima. Laat in de comments vooral even weten wat jij denkt dat er nu gaat gebeuren met Messi. Ja, dat zijn iedere 10 minuten komen er verschillende updates over hem naar buiten. De helft daarvan is maar natuurlijk waar. Of Manchester City nog een poging gaat doen om Messi aan te trekken. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben natuurlijk net ook Grealish gehaald. Ik ga ervan uit dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Zet vooral in de comments waar jij denkt dat Messi naartoe gaat. En hopelijk vond je het een leuke video. Heb je een blauw, heb je hem ook gedaan. Abonneer op Twinity, doe dat vooral. Dan zie ik je de volgende keer weer terug. Ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joujou.